ga ik de tweede laag aanbrengen van het gezicht. Dus ik gebruik weer de rauwe Sienna. De vleesoker. Daar hebben we heel weinig van nodig. Sapgroen. Daar hebben we ook niet zoveel van nodig. Kobaltblauw. Daar hebben we ook niet zoveel van nodig. En de rode omber. En niet te vergeten, titaanwit. De laatste restjes uit de tube. Zoals je ziet, doe ik de dotjesverf altijd aan de buitenkant van het palet. Zodat je aan de binnenkant van het palet de kleuren kunt mengen. Zodat je niet overal verschillende soorten verf in de originele kleurtjes krijgt. Dan gaan we weer een paletmesje pakken. Dan pak ik een beetje rauwe Sienna. Wat vleesoker. En wit. Titaanwit. Je hebt ook zinkwit. Zinkwit is half transparant. Titaanwit is niet transparant. Ik gebruik zinkwit hoofdzakelijk voor het aanbrengen van mist op landschappen. Zoals te zien is op mijn website. Er staan een aantal schilderijen van landschappen waarin ik ook mist heb verwerkt. Zoals Snowcap Mountain en Eileen Donan Castle. Zo, verf is gemengd. Zo, dan gaan we eerst maar eens met het randje onder de pet beginnen. Zoals je ziet is de kleur altijd weer anders. Ik krijg nooit twee keer dezelfde kleur. In dit geval ga ik er nog even iets meer rauwe Sienna bij doen. Omdat het wel te rozig wordt. Ik heb nu weer een slepertje nummer 6. Een beetje wit erbij. Pak ik een beetje van dat vleeskleur wat ik gemengd heb en dan ook iets sapgroen erbij, of niet zoveel. Je kunt meteen het kleurverschil iets wel zien. Meteen iets donkerder. En zorg dat het goed overvloeit. En in de richting van de, zoals het hoofd loopt, schilderen we een beetje met de bolling mee. Ik gebruik nu geen sapgroen meer. Het is alleen even dit stukje.
zie je een dikke klodder verf zitten. Van de voorsessies. Dus die haal ik even weg, anders krijg je zo'n net of er een puist op zit. En dat is nog weer niet de bedoeling. En dan schil je er gewoon weer overheen. Het is iets te donker. Dan pakken we gewoon wit bij. En dan gaan we op het doek weer verder mengen. Veiligheidje. Ik zie hier ook nog wat dikke verf. Van de haren, ondergrond van de haren. Even kijken of er nog meer zit. Nee. Precies langs de randjes te schilderen. Je kunt er gewoon overheen klodderen. Dat ik het dan maar zo noem. De bovenkant van de wang is altijd wat lichter. Dat is meestal wat reflectie van het licht. Voor Rembrandt was daar een meester in. Schildert heel grof. Maar ja, ik ben een fijnschilder. Dus mijn schilderijen zullen anders eruit zien als die van Rembrandt. Het is ook niet mijn intentie om Rembrandt te gaan kopiëren. Gewoon mijn eigen stijl. In dit geval wel een plaatje van Rembrandt zelf. Tenminste, wat hij geschilderd heeft. Maar het is niet zo grof als van de meester zelf. Maar dat doen we niet. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Dan wordt het eentonig. Dus iedereen op dezelfde manier zou schilderen. Jo, in de vorm van de wang meeschilderen. En natuurlijk weer de bekende mop. Lekker. Die streek van de haren van het penseel te vervagen zodat je een mooi oppervlak krijgt. Dat is mijn stijl. Af en toe een beetje van afstand bekijken. Een beetje sapgroen erbij. Moet ook iets meer schaduw komen daar. Ik heb er nu een heel klein beetje rode omber erbij gedaan. Toch nog iets meer schaduw te kunnen creëren.
er weer een beetje overheen. Dit is iets donkerder qua vlees ook. Dan heeft dat toch wel een blosje te zitten. Hier een beetje lichter. Het is wel heel erg licht. Ik zal het een beetje donker maken. Hier is sapgroen met broodomber en vleeskleur. Wat boven zijn oog iets donkerder te krijgen. Terwijl zijn wenkbrauwen heeft hij hier ook zitten, kleurtjes. Een beetje te donker. Vleeskleur iets meer gemengd met rauwe sienna. Iets kleurverschil te krijgen. Ik smeer er nu een beetje titaanwit doorheen. Ik ben weer op het doek aan het mengen. Bovenop zijn neus zit weer puur wit. Kijk, dat mooi. Andere kleuren mengen. Een ronde penseeltje, nummer 2. Een beetje anders omhoog doen. Een beetje rode onder de alles meer. En dan neem ik een penseeltje nummer, rond penseeltje nummer 0. Maak het hier even wat lichter. En dan ga ik er met vleeskleur weer overheen. Zonnetje komt er ook een beetje door. Heerlijk. Dan ben ik sapgroen met rode onder aan het mengen. Even kijken of ik de gewenste kleur krijg. Een paar walletjes onder zijn ogen. Walletjes, wallen onder zijn ogen. Een man op leeftijd. En met dezelfde kleur ga ik ook rimpeltjes doen.
elke keer weer goed kijken. Verschrikkelijk veel rimpeltjes. En het moet natuurlijk niet te sterk zijn. En als overheerst dat, ik houd het liever een beetje vager. Iemand heeft het wel sterk. Ja, dit vind ik al een beetje te donker. Die ook. Ik merk dat ik weer geconcentreerd bezig ben, want ik praat weer weinig. Op een gegeven moment heb ik dat zo al in de gaten. Maar ik probeer nu de rimpels een beetje te vervagen. Gewoon met puur vleeskleur of de kleur die daar onder de, die ik daar voor de huid heb gebruikt. Om er overheen te gaan. Rode onder het sapgroen. En als je ziet, dan maak ik dat aan de bovenkant. Vervaag ik dat een beetje. Dus ik doe de onderkant donker. En dan ga ik naar boven. En omdat ik daar met vleeskleur heb gewerkt, wordt dat steeds rond of steeds gemengd onderling, zodat je een beetje een ronding krijgt. Dan krijg je wel een beetje diepte. Even wat nieuwe rode onder met sapgroen mengen. En dan gaat ook weer hierheen. En we blijven kijken naar de foto. Dan heeft hij hier nog een rimpel zitten. En het gaat hier nog naar beneden. Schilderen is niets anders dan kijken, kijken, corrigeren. En goed de kleuren in de gaten houden die je gebruikt. Ik heb hier even wat vleeskleur gepakt, die smeer ik even hierop. En dan ga ik er met rode onder en een beetje sapgroen hier overheen. De bovenkant van het ooglid ook nog even iets aanzetten. Want
dat goed kunnen laten zien. Dat daar. Een rode onder met vlees. Kleur gebruik ik nu. Vleeskleur. Vleeskleur. Beetje wit voor het licht en over laten vloeien. Vuurvlees ook heb ik gebruikt in dit geval. Een beetje donker rode kleur te krijgen. Een beetje wit erbij. Nu kobaltblauw. Rode onder en titaanwit. Het is maar heel weinig kobaltblauw. Geeft een beetje een grijsachtig kleurtje. En nu ga ik een beetje met wit overheen. En nu weer een rode onder met zakgroen. En probeer het over te laten vloeien. Zo. En ook in dit geval altijd weer eventjes met de mop. Niet te lang. Dat je een mooi oog krijgt. En dan is de onderkant van het oog nog niet helemaal zoals het moet zijn. Dus dan ga ik even met het rode. Rode achter een vleeskleur eroverheen. En die andere weer wat lichter. Donkere vleeskleur. Even kijken. De bovenkant van zijn neus. Weer rode onder met sapgroen.
zelfs wat rimpels aan de bovenkant van zijn neus. Een beetje rood onder de sapkom bij de neus. Een beetje lichter. Die welving van de neus, vleugels. Accentueren. Maar meestal aan de bovenkant van de neus, vleugels, gaat het vaak wel naar binnen. Zo voor deze man. En steeds maar in de vorm van de huid meeschilderen. Dat is het hele eigen eten van portret schilderen. Of het hele eieren eten. Wel belangrijk in ieder geval. Eventjes aan de tablet heen en weer bewegen. Ik ben mijn plaatje weer kwijt. Beetje vervagen, dat het niet te nadrukkelijk aanwezig is. De witte glans van het licht is een beetje verdwenen, dus even opnieuw aanbrengen. Hetzelfde geldt voor zijn neus.
niet te laag zijn. Dan krijg je zo'n rare neus. Ja, en als je iets te licht maakt, kun je het meteen weer donkerder maken. Meteen bijwerken. Vergeet je het ook niet. Hier zit ook nog een veeg. Nou, dan gaan ze de rest van zijn voorhoofd maar even doen. Dan wordt het iets donkerder. En weer netjes over laten vloeien met wat gedaan is. Dan pak ik een iets dunner, kleiner kattentongetje. Rode omber en kobaltblauw mengen. Is meteen een stuk donkerder. Nou, ik heb er een klein beetje wit en iets meer een rode omber bij gedaan. Iets wit en een rode omber. Meteen al een beetje het effect zien. Nog een beetje wit en alleen een rode omber erbij. Ik ga meteen ook vast de ondergrond van de haar om. De witte stippeltjes van het doek, wat je nog ziet, te bedekken.
En dit gaat dan ook naar beneden. Volgens de foto. En hier aan de zijkant zit ook een donkere versie van de rode onder met kobaltblauw. Het is geen zwart, wat je ziet. Dan ga ik met de bredere katatoen nummer 6 met rode Jena en eventjes zo doen, een beetje van boven naar beneden en dan gaan we even kijken wat we kunnen vervagen zo. Dan ga ik even niet met de vorm van het hoofd mee. In dit geval toch wel een beetje goed is gemengd. Neem af en toe wel wat mee van het donkere. Dat is niet zo erg. En hier gaat wat wit eroverheen. Of tenminste wit. Ondertussen aan mijn penseel heb zitten. Rode onder met kobaltblauw en vleesoker. Ja, het is een mengeling van alles. De wimpels van de beste man in zijn hoofd, zijn voorhoofd. En hier bovenop nog. Met een kleinere. Nog even wat donkerder maken. Dat wordt het te licht. Beetje tricky dit. Ik moet toch niet een beetje goed overvloeien. Even met een iets hardere mop. Probeer die overvloei een beetje te goed krijgen. Oké, hier gaan we overvloeien.
Dat je een beetje de ronding krijgt. We hebben een grote mop. Het is altijd weer een uitdaging om dat goed te krijgen. Ja, aan de bovenkant is het iets lichter. Gewoon vlees ook met rauwe sienna. Verder geen poespas. Vooral als je met donkere kleuren over gezicht werkt, regelmatig de zegleden schoonmaken. Om ook geen ongewenste resultaten te krijgen. De schaduw van de neus hoort er ook bij. Rode omber, kobaltblauw. Dat is de kleur die ik gebruik. Dit is echt schaduw. Het hoort allemaal niet bij zijn neus. De eerste laag was het een beetje te licht. Daarom, als je de eerste laag hebt aangebracht, dan kun je heel goed bekijken van of het er redelijk uitziet. Een beetje een stompe neus dus. Dan kun je de neus eventjes iets gaan corrigeren. Dat is niet helemaal goed. Dan ga ik met die schaduw op zitten werken. Dat moet toch echt. Steeds maar weer corrigeren. En dan moeten we zo meteen even de neus nog even verder afmaken. En dit stukje moet natuurlijk wel mooi overvloeien. Zo, dan gaan we de neus even verder afmaken. Geen kobaltblauw er doorheen gedaan. Maar gewoon alleen maar rode omber. Iets bijwerken. Zo, even schoon. Met een vleeskleur.
bitterballen erin brengen. Iets donkerder. Even afvegen. Zo, rode ommen erop. Rommel met kobaltblauw. Iets meer rode ommer erbij. En ook aan deze kant. Een klein beetje met kobaltblauw. Een stukje. En dan krijgen we de andere penseel nummer 2. Rode onder met kobaltblauw. Om die rimpel hierboven aan te pakken.
die andere door. Die gaat zo richting die wal onder de oog. Die onder het oog zit. Een beetje vervagen naar boven. Het gewoon boven het oog iets lichter maken. Dan kan dat overvloeien. Ik heb een penseeltje nummer 0, een bronpenseeltje, een klein beetje een rode onderaan. Het begint weer een beetje te regenen, te hagelen. Dan heb je een storend geluid op de achtergrond. Ik kan er helaas niets aan doen. Ik hoop dat het gauw weer over is. Een beetje over laten vloeien. Een beetje wit. Het is niet helemaal wit, maar vandaar dat ik het ook een beetje aan het overlaat vloeien met de omgeving. Niet helemaal goed gelukt, dus gaan we nog een keertje opnieuw doen. Overkant van het oog, ooglid, moet bijwerken. Onderkant van zijn oog, tenminste het ooglid is een beetje rood. Je wat geïrriteerde ogen. Beetje rood op me.
kobaltblauw zit hier nog een beetje tussen. Een beetje doorheen. Dit is een rode omer met kobaltblauw en een beetje wit. Hele lichte vleeskleur. Met iets lichter te maken. Dit wordt iets roder. Kobaltblauw met rood onder. Afgeronden, dus in elkaar over laten vloeien. Gebruik alleen maar rode omber. Meteen het wit weghalen. Het vlees ook doorheen.
kan wel iets donkerder. Ik doe er wel iets kobaltblauw er weer doorheen. Een beetje te rood. Dan ga ik met rode omber en kobaltblauw iets donkerder te maken. Een beetje open laten vloeien. Zit hier een beetje rood, iets vleesoker. Mocht dat te rood zijn, dan doen we nog een beetje rauwe gin er doorheen. En die open laten vloeien. Iets meer kobaltblauw. Vleesoker. En blosjes aanbrengen. Loopt wat rechter, volgens de foto. Dit loopt wat hoger. Tot
ook wel weer hier. Okay, dit ook nog wat hoger. En dan ook hier nog een rimpeltje. Op weer eens eventjes in beeld. Probeer nog een beetje te overvloeien. Is iets te licht. Gebrande shinna doorheen. Nee, rauwe shinna. Excuus. Even corrigeren. Neem hem op. Zo. Op dit moment even te veel penseel in de hand. Even weg. Met de 1 over. Een rond penseel met de 0. Rode onder en oker. Ga ik even het neusgat doen. Niet zwart, wel lekker donker. Moet een beetje overvloeien. Het is geen scherpe rand bij de neus. Dus een beetje rond. En hier is het een beetje rood. Vrijskleur. En loopt hier wat meer naar boven. Dat is beter. Thank you.
puntjes even vol smeren. Eventjes wat mooier. De rand eventjes minder scherp maken. Overgang van de schaduw naar de bovenlip iets aangepast. Ik kan iets lichter, maar niet zo licht. Dus dan gaan we iets rode onderbij doen. Ik ga dit een beetje opvullen met wat vleeskleur. Straks komen er toch weer haartjes overheen en dan zie je het wat minder. Je ziet dat het iets heel iets doorschijnend is. Een beetje vleesoker doorheen gedaan. En de rode omber iets donkerder te krijgen. De bovenkant iets meer rode omber. Het is nog iets donkerder. Pure rode omber. De
schaduw is meestal de bovenlip, donkere onderlip. Dan pak ik een beetje vleeskleur. Ik ga er zo doorheen mengen. Ik goochel gewoon maar even wat met die lip, de mond. Het is een beetje onduidelijk hoe dat inloopt. Een beetje rode omboor. Ik ga het mooier dat zo vinden. Even op. Zo. We gaan nu zijn oortjes nog eventjes een tweede laagje opbrengen. Dan pak ik even een rondpensioen nummer 2 voor. Rode omber met vlees ook en een beetje wit. Meteen even de stukjes een beetje weg. Een bom van het oor meenemen, meteen wat vervagen zodat de bomming wat beter komt. Dus vlees ook al met oude sinna over laten vloeien.
klein penseeltje. Iets meer schaduw aanbrengen. Rode onder. En een vleugje. Kobaltblauw. Vleeskleur gemengd. Het is niet helemaal vleeskleur. Blauw. Met wel bekende rode omber. En wat vleeskleur eromheen. En dan een beetje rood eromheen. Tenminste, vleesoker. En dan is het oerlelletje is nog een beetje donker aan de ene kant. Dus dan pakken we de rode omber met de kobaltblauw. En die gaan we over de vleeskleur die we net hebben aangebracht. Aanbrengen. En dan naar binnen toe laten vervaren, zodat je een bolling krijgt. En dan heb je hier ook nog iets. Volgens de foto een beetje vervagen. Dan gaat het. Ook nog een beetje donker. En dit gaat dan maar een keertje die kant op. En die kant op. En steeds meer weer corrigeren. Als je precies verkeerd doet, is niet erg. Je kunt altijd weer corrigeren. Oké, dan heb ik hier ook nog iets. Nog een puntje. Wat hier naartoe gaat. Ook weer iets vervagen. En hier is het ook weer wat donkerder. Die oorschelp. En ik hier onder ook nog eens donker doen. Dat loopt ook een beetje bollig. Nou, dat andere oor zal ik niet zoveel aan doen. Ik ga alleen met kobaltblauw
een rode omber. Die donkere streep nog eventjes iets accentueren. Zo naar beneden. Er komen straks nog maar haartjes overheen. Dus. Pure rode omber dan. Je ziet natuurlijk al wat verf op de ondergrond. Iets met licht eroverheen. Zo. De andere kant ook nog even iets doen. Zo. Een beetje rode omber. Het is te donker. Meestal als je eventjes wat afstand neemt van je doek, dan zie je vaak dingen die je dichtbij niet helemaal ziet. Hele kleine dingetjes. Je kunt het gezicht bepalen. Zo, dan heeft hij een iets bollere wang. En je kunt die aanzet van die neus wel beter zien. Ik denk dat ik het zomaar laat. Ik krijg het toch niet precies als de meester. Dit is hem.